In Den Haag heeft minister Kans de Raad voor de Kunst geïnstalleerd. Een college dat de overheid van advies zal dienen op het gebied van de kunst. In zijn reden schetste de minister de noodzaak van overheidsbemoeiing ook op het terrein van de schone kunsten. Waarbij de grenzen van het particulier initiatief echter niet overschreden mogen worden. En zijn excellentie vervolgde... Naar mijn mening dient er ook op dit terrein een harmonisch samenspel te zijn tussen de kunstwereld, het volk en de overheid. En in dit samenspel kan juist een lichaam als de Raad voor de Kunst een belangrijke, ja, een onmisbare schakel vormen. Tijdens de receptie zagen we de minister in gesprek met de voorzitter van de Raad, meester Dr. Witteman. Tot secretaris werd de componist meester Guillaume Landré benoemd. In de sectie theater zijn onder andere de balletleidster Sonja Gaskel en de regisseur Johan de Meester opgenomen. De schilder professor Jan Wiegers is lid van de afdeling Beeldende Kunsten. De sectie filmkunst telt onder meer onder haar leden de directeur van de Nederlandse Bioscoopbond, de heer Bosman en de heer Verschuren. De schrijfster Emmy van Lokhorst is gekozen in de sectie letterkunde, evenals professor Garm Stuiveling. Tot de leden van de afdeling muziek behoort onder andere Eduard van Beinem. Door de Raad voor de Kunst zal de kunstenaarswereld een stuk medezeggenschap krijgen in het overheidsbeleid, hetgeen voor de geestelijke gezondheidszorg van ons volk van groot belang is.